Ik wil beter begrijpen wat het Europese migratiebeleid doet. Niet alleen hier, maar ook in de landen waar de migranten zelf vandaan komen. En dit onderzoek ik door te praten met migranten die gedwongen zijn teruggegaan. En ik wil weten hoe zij bij thuiskomst terugkijken op hun ervaring in Europa. Maar ook wat ze juist wel en niet vertellen aan de mensen om hen heen. Tot nu toe ben ik ongeveer 8 maanden in Senegal geweest om contact te leggen met name jonge mannen die zijn teruggekeerd. Ik vind hen via, soms via NGO's, maar ook via vrienden en contacten die ik al had. En ja, wat ik het leukste vind van dit onderzoek doen is dat je op de gekste momenten de leukste gesprekken hebt. Bijvoorbeeld achter in de taxi, in de file, in Dakar. Het belangrijkste dat ik hoorde is denk ik dat migratie om veel meer draait dan alleen maar om degene die naar Europa gaat. Voor de meesten is het plan om geld te verdienen in Europa en daarna weer terug te keren naar Senegal om daar hun leven verder op te bouwen. Te trouwen, een eigen huis te bouwen, gezin te stichten en je moeder te onderhouden. Migratie is ook een onderdeel van de sociale normen waaraan je wil voldoen en het gaat niet alleen maar om geld. Liever niet. De meeste mensen verzinnen er iets omheen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze terug zijn gekomen voor vakantie en pas na een tijdje blijkt dat ze uitgezet zijn bijvoorbeeld. De meeste Senegalezen weten echt wel dat het moeilijk is om te slagen in Europa. Maar als je de kans krijgt en het mislukt, word je toch wel een beetje gezien als een loser. Ja, ik ben nu hier terwijl ik eigenlijk in Senegal had willen zijn. Om het laatste deel van mijn dataverzameling af te maken. En dat moet nog maar, blijken of dat uiteindelijk kan lukken. En wat ik nu doe is al schrijven en kijken wat ik online kan doen. Maar ik hoop echt dat ik binnenkort gewoon weer kan gaan. Faces of Science.